Dag dames en heren, de lucht zal vandaag niet zo blauw zijn zoals op deze foto. Er zijn toch wel vrij veel wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt ook een beetje warmer, althans in het oosten en zuidoosten van ons land. Want met een zuidwestelijke wind komt daar een vleugje zomerse lucht vanuit Frankrijk binnen, 25 graden in het oosten en zuidoosten van ons land, met stapelwolken, zon en misschien nog een enkel buitje in het noordoosten van ons land, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Langs de kust zien we temperaturen van 21 tot 23 graden. En daarbij waait er een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De wind zal vanochtend vrij krachtig zijn hier langs de zuidwest- en westkust. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden. En morgen gaat de aanvoer van warme lucht door. Gemiddeld wordt het dan 25 graden, ook in de Bilt. En in het zuidoosten van ons land wordt het wellicht 27 of 28 graden. En dan krijgen we op nadering van een koufront in de avond toenemende bewolking. En in de avond in het zuidwesten en westen al een bui. De meeste buien vallen in de nachtperiode tussen vrijdag en zaterdag in. Wellicht ook met onweer. Ook op vrijdag overdag kan er eerst nog een bui vallen in het oosten van ons land. En daarna stroomt er met een westelijke wind weer minder warme lucht richting ons land. 22 graden wordt het. In het weekend en begin volgende week gaan de temperaturen met zuidwestelijke winden toch weer iets omhoog naar 23 of 24 graden.